luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 12. Wij zijn daar bezig met een vers voor vers studie door het Bijbelboek Romeinen. En we zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de genadegaven die we hebben mogen behandelen. En ik was bezig met hoe moeten we dit stuk nou afsluiten. Want we hebben het laatste onderdeel van de lijst met genadegaven hebben we behandeld. Maar is dat een correcte afsluiting? Of is er nog een soort uitsmijter, nabrander die goed is om mee te geven? En ik was daarmee bezig, ik was ervoor aan het bidden en toen kwam ik uit op de gedachte dat als God ons handvatten geeft, middelen geeft om hem te dienen, dan zorgt hij er ook voor dat we in staat zijn om die middelen te gebruiken. Om die gereedschappen te gebruiken. Want een van de meest interessante dingen is altijd om bij mensen in hun gereedschapskist te kijken. Ik vind dat zelf heel interessant, omdat je sommige mensen hebben heel weinig gereedschap en kunnen heel veel. Ik ken ook mensen die echt soort van al het gereedschap hebben dat je maar kan bedenken en nog steeds twee linkerhanden hebben. Dus je kan gereedschap hebben en nog steeds niet in staat zijn om het te gebruiken zoals het nodig is. Je kan gereedschap hebben en door de tijd heen leren hoe je het moet gebruiken. En de Heere God heeft ons, zoals we door de tijd heen gezien hebben in Romeinen 12, allemaal stukken gereedschap gegeven. Allemaal middelen gegeven om hem en om elkaar te dienen. Maar hij zorgt er ook voor dat we weten hoe we dan met die middelen, met die gereedschappen, met die instrumenten mogen omgaan. En daarom wil ik vandaag met jullie op basis van wat we in Romeinen 12 hebben gelezen, wil ik kijken naar het ontzettend belangrijke onderwerp van de doop met de Heilige Geest. En ik weet dat dit een beladen onderwerp is. Ik weet ook dat bij sommigen van jullie waarschijnlijk de haren nu in je nek recht overeind staan. Ik weet dat dit een onderwerp is wat ook heel veel verkeerd onderwijs krijgt. Waardoor heel veel mensen een idee hebben wat dit is, maar eigenlijk geen Bijbels idee hebben van wat dit is. Of zelfs denken dat het een onbijbelse term is. Nou, daarom wil ik met jullie kijken naar wat de Bijbel hierover zegt, zodat we hier op een Bijbelse manier naar gaan kijken, maar ook als de Bijbel hier iets over zegt, er op een juiste manier mee kunnen omgaan. Maar dat wil ik nogmaals doen vanuit Romeinen hoofdstuk 12. Dus ik wil met jullie lezen in Romeinen vanaf vers 1, vers 1 tot en met 8. Dus Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Zodat we samen de context hebben van waar we in Romeinen samen naar aan het kijken zijn. Dus laten we lezen. Paulus schrijft Romeinen 12 vanaf vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord en dat u spreekt door uw woord heen. En Heere, we bidden dan dat u tot onze harten zal spreken. Heere, of we het onderwerp de doop met de Heilige Geest nou kennen of niet, Heere, we hebben het nodig dat u tot ons spreekt. We hebben het nodig dat u woorden van eeuwig leven tot ons hart spreekt. Dus Heere, laat er geen woorden van mij bij zitten, maar laten het woorden zijn die onze harten raken, die vanuit uw woord komen. En Heere, doe wat alleen
wat alleen u kan. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, we hebben hier in Romeinen 12 gelezen over hoe ons geloof praktisch mag worden. We zijn aan het lezen over hoe ons geloof praktisch mag worden richting elkaar. Dat is ook waar Paulus aan begonnen is vanaf vers 4. Want hij spreekt daarover één lichaam die samen kerk zijn. Die elkaar ook horen te dienen. En we hebben eerder al naar 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14 gekeken, waar Paulus hier veel dieper nog op ingaat, specifiek op een aantal andere genadegaven. Maar wat belangrijk is, is dat we hier zien dat God weet wat wij nodig hebben. Want bij elk van de genadegaven die we afgegaan zijn, hebben we gezien dat wij die van tijd tot tijd nodig hebben. En er is altijd wel iemand die bediening, die onderwijs, die bemoediging of die ontferming nodig heeft. Om maar een aantal van de genadegaven te noemen. Maar nogmaals, dit zijn stukken gereedschap. Dit is iets waar de Heilige Geest ons toe wil leiden. Maar we moeten ook leren hoe we deze middelen moeten hanteren, deze stukken gereedschap. En Jezus, Johannes en Lucas spreken in de Bijbel over de doop met de Heilige Geest. Die wat ervoor zorgt, en daar gaan we naar kijken ook vanuit Handelingen hoofdstuk 1, dat God zijn kerk actief maakt. En dat zijn kerk zowel binnen als buiten de kerk actief is. Want wij horen richting elkaar van alles te doen, maar ook als kerk, samen, horen wij naar buiten te treden. En nogmaals, ik weet dat dit beladen terminologie is, de doop met de Heilige Geest. Ik weet dat het van alles teweeg brengt, maar laten we samen concluderen aan het begin dat we Gods woord serieus nemen. En laten we samen Gods woord dan ook bestuderen om te zien wat Gods woord zegt. Niet de bagage meenemen die mensen je meegegeven hebben, die misschien wel of niet Bijbels is, maar laten we kijken naar wat Gods woord zegt. Want als christenen willen wij God en zijn wil leren kennen. En willen we zien wat hij zegt, wie hij is en hoe dat van toepassing mag worden in ons leven. Dus mogen we leren wat Gods woord over ons, over dit onderwerp zegt. Nou, laat ik beginnen met dat 1 Korinthe hoofdstuk 3 ons leert dat de christen de Heilige Geest in zich heeft. Dat is een Bijbels feit. Maar, en ik wil je vragen om naar Handelingen hoofdstuk 1 te bladeren, we gaan daar zien dat de Heilige Geest ook over de gelovigen hoort te komen. Want dat is wat de Bijbel daar letterlijk tegen ons zegt. En we gaan dat verderop ook nog zien in Handelingen 2 en andere plekken. Maar in Handelingen 1... vlak voordat de Heer Jezus terugging naar de hemel, gaf hij zijn discipelen een opdracht mee. Hij gaf hun de specifieke opdracht mee die zij mochten gaan uitvoeren in deze wereld. En in Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 4 geeft de Heer Jezus deze opdracht mee. Dus laten we lezen Handelingen 1, vers 4 tot en met 8. En toen hij Jezus met hen, zijn discipelen, samen was, beval Jezus hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekwamen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tot zover. Jezus geeft hier zijn discipelen de opdracht mee om de wereld in te trekken. Die opdracht had hij al eerder gegeven in Matteüs hoofdstuk 28. Ook in Marcus hoofdstuk 16 staat die opdracht al. Maar Jezus geeft die opdracht hier nog een keer en hij geeft hem heel specifiek in de context van dat hij ze vertelt dat ze de doop met de Heilige Geest nodig hebben om deze opdracht uit te voeren. Want hij zegt, ze mochten niet uit Jeruzalem gaan. Maar hij had ze eerst opgedragen in Matteüs 28 dat ze naar alle volken moesten gaan. Het spreekt elkaar niet tegen omdat de Heere Jezus zegt dat ze dit horen te gaan doen, maar ze mogen eerst wachten op
de doop met de Heilige Geest. Want ze hadden die opdracht gekregen en ze zouden dan door God ook geïnstrueerd worden, de kennis krijgen, de middelen die ze hadden gekregen gaan leren toepassen om deze opdracht uit te voeren. Wat heel belangrijk is dat de Heer Jezus hier niet zegt, als jij de doop met de Heilige Geest ontvangt, dan ga jij in tongen spreken. En als je niet in tongen spreekt, dan heb jij de doop met de Heilige Geest niet ontvangen. Dat staat hier niet, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt ook niet, als je de doop met de Heilige Geest ontvangt, dan zal jij overal op straat mensen genezen van allerlei ziektes. Dat zegt Jezus hier niet. Dat kan gebeuren is iets anders, maar Jezus maakt het niet een link die aan elkaar verbonden is. Dat als de doop met de Heilige Geest er is, dan wordt er in tongen gesproken. Dat is niet wat hij zegt. Dat is hetzelfde als dat mensen zeggen dat pas wanneer jij in tongen spreekt je gered bent. Daar is geen Bijbelse onderbouwing voor. Wat Jezus zegt is dat ze moesten wachten op de belofte van de Vader. Namelijk, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En dat ze daarna zijn getuigen zouden zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de einden van de aarde. Jezus die zegt dus dit tegen ze, niet dingen die je vaak in kerken hoort waar de doop met de Heilige Geest uit zijn verband getrokken wordt. Als we het simpelweg kijken naar wat Jezus hier zegt, dan stelt hij zijn discipelen in staat om de opdracht die hij gegeven heeft uit te voeren. Om zijn getuigen te zijn. Nou, wat heel belangrijk is om je te beseffen, is dat deze discipelen hiervoor al in de Heer Jezus geloofde. En we weten uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 3 dat een christen de Heilige Geest in zich heeft. In Johannes 20 vers 22, daar zegt Jezus tegen, of blies Jezus over hen en ontvingen zij de Heilige Geest, staat daar. Dus als je met je vinger in Handelingen naar Johannes hoofdstuk 20 wil bladeren, dan kan dat. Maar Jezus zegt daar in Johannes 20 vers 22... ontvang de Heilige Geest. Daar kwam de Heilige Geest in hen wonen. Zij waren vanaf dat moment gered. Bijbelcommentator David Guzik zegt ook over dit stuk in Johannes 20. Jezus gaf zijn discipelen hier de Heilige Geest, waardoor nieuw leven en de capaciteit gegeven werden om hun missie uit te voeren. Het lijkt erop dat Johannes een bewuste verbinding opmerkte tussen dit blazen op de discipelen en het moment waarop God bij de schepping leven in de mens blies. Dit was een werk van herschepping. Net zoals God leven in de eerste mens blies, werden de discipelen hier opnieuw geboren. Einde citaat. En dat gaat over Johannes 20 vers 22. De discipelen werden daar opnieuw geboren, de Geest woonde in hen. En deze mannen die dus de Geest in zich hadden, die in de Heere Jezus geloofden, die het woord van God accepteerden en die dat uitdroegen, die hadden het nodig dat de Heilige Geest over hen kwam. Voordat zij de opdracht naar Jeruzalem, Judea, Samaria en de einde van de aarde konden uitvoeren. De reden dat zij deze doop met de Heilige Geest nodig hadden was, laten we heel eerlijk zijn, ze kregen een onmogelijke opdracht. Met z'n elven op dit moment en daarbij nog de rest, want later worden de discipelen pas weer aangevuld naar 12. Hoe gaan zij de hele wereld bereiken? Hoe gaan zij überhaupt heel Jeruzalem bereiken? Dit was de tijd waarin duizenden, honderdduizenden, de schattingen lopen uiteen, maar vele Joden vanuit de hele wereld naar Jeruzalem reisden voor het Pinksterfeest. Hoe moesten zij die allemaal gaan bereiken? Zeker als ze dat zelf moesten gaan doen. En Jezus weet dat ze een onmogelijke opdracht hebben gekregen met de grote opdracht. Daarnaast moesten ze de kerk gaan opbouwen. Ze moesten elkaar gaan dienen. Hoe zouden ze dat ooit zelf kunnen doen? En daarom zegt Jezus in Handelingen 1 dat zij de kracht van de Heilige Geest nodig hadden. De Heilige Geest zou hen gaan leiden in het dienen, zou hen gaan leiden in het uitgaan, zou hen gaan leiden in het getuigen van Jezus op al die plekken.
En ze kregen een bijzondere taak mee, een ongelofelijke taak. Ze moesten het onderwijs van Jezus zelf gaan verspreiden. Maar Jezus zei, jullie kunnen dit pas doen nadat jullie de doop met de Heilige Geest ontvangen hebben. En dat kwam in Handelingen 2, toen de Heilige Geest daadwerkelijk uitgestort werd over hen. En Jezus geeft dus de volgorde. Hij geeft in eerste instantie een opdracht. Daarna ontvang je de kracht van de Heilige Geest. En daarna ga je die opdracht uitvoeren als zijn getuigen over de hele wereld. Ze moesten wachten voordat ze Matteüs 28, 19 konden uitvoeren. Ze moesten wachten in de bovenkamer voordat ze konden uitgaan. En hun God gegeven taak vereiste dus deze doop met de Heilige Geest. De Geest moest op hen komen. En daarna konden ze pas gaan dienen. Dus blader alsjeblieft terug naar Handelingen hoofdstuk 1, want we gaan verder lezen in Handelingen 2. Want daar zien we dit ook daadwerkelijk gebeuren. In Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Jezus zei dat ze moesten wachten op de kracht van de Heilige Geest. In Handelingen 2 vers 1 tot en met 4 zien we dit daadwerkelijk gebeuren. Nou, en Lucas de schrijver van Handelingen, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, wat we hier dus zien is dat de Geest hoorbaar als een geweldige windvlaag kwam. Dat hij zichtbaar was in de vorm van tongen die op hen aanwezig was. En hij kwam dus op hen, hij kwam over hen zoals Jezus beloofd had in Handelingen hoofdstuk 1 vers 4 tot en met 8. En hij kwam op en over hen, zoals water op en over ons komt wanneer wij de waterdoop hebben. Want het water is dan ook op en over ons heen. En doordat de Heilige Geest op hen kwam, regeerde hij in en door hen heen en kon hij hen gaan leiden om die taak uit te voeren. Ze werden vervuld en hij was op hen, zodat ze getuigen konden zijn naar de wereld, naar Judea, Samaria, en naar de einde van de aarde nadat ze ook ten eerste begonnen waren in Jeruzalem. En om de kerk dus effectief te dienen, en om als kerk effectief te dienen, was het ontvangen van de Heilige Geest, zoals we in Johannes 20 gezien hadden, was niet genoeg. Om de kerk te dienen, volgens de Heere Jezus, was deze doop met de Heilige Geest noodzakelijk. Bekende spreker John Piper heeft gezegd, ik denk dat wanneer hij, Jezus, zegt dat je gedoopt zult worden met de Heilige Geest, hij bedoelt dat je buitengewone kracht zult ontvangen voor een Christus verheerlijkende bediening. Einde citaat. John Piper slaat hier de spijker op de kop. Het gaat er niet om dat er allemaal gekke uitingen en dingen zijn. Nee, het gaat om een Christus verheerlijkende bediening. In Jeruzalem, Judea, Samaria en de einde van de aarde. Wat symbool staat voor ons, voor de plekken dichtbij en steeds verder weg tot aan de einde van de aarde. En we hebben dus kracht nodig om te dienen. Zeker als het ook gaat om genadegaven. Want als je kijkt naar al die genadegaven die er in Romeinen 12 staan, wie van ons kan er dan zeggen, I got this. Ik heb het, ik regel het, ik ga het fixen. Iedereen die dat zegt, daarvan weet je eigenlijk al dat het uit eigen kracht gaat. Dit is iets wat de Heilige Geest door ons heen moet doen. En deze doop was Jezus' opdracht aan zijn discipelen. En is vandaag de dag nodig in de kerk om te kunnen dienen zoals God dat wil. En wat we mogen weten is alles dat de Heilige Geest doet ook altijd in overeenstemming zal zijn met de Heere Jezus. Dus als de Heilige Geest echt iets doet, dan is het altijd matchend, klopt het altijd met wie de Heere Jezus is en wat de Heere Jezus zegt. En de Heilige Geest, die de inspirator van het woord is, heeft geïnspireerd om op te schrijven dat de doop met de Heilige Geest noodzakelijk is, zoals de Heere Jezus had gezegd in Handelingen hoofdstuk 1.
Nou, zoals we bij de genadegaven gedaan hebben, wil ik één laatste keer met jullie kijken naar de drie vragen die we steeds behandeld hebben bij elk van de genadegaven. Dus de eerste vraag is, hoe zien we dit terug in het leven van de Heer Jezus? Want, het zal je misschien verrassen, maar bij Jezus gebeurde dit ook. De tweede vraag is, hoe zien we dit in de eerste kerk? En de derde vraag is, hoe wordt dit praktisch voor ons? Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe zien we de doop met de Heilige Geest, dat de Heilige Geest op iemand komt, ook bij de Heer Jezus? Nou, blader alsjeblieft even naar Lucas hoofdstuk 3. Dit is een welbekend stuk waar de Heer Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. En dit is voordat Jezus aan zijn publieke bediening begon. En wat we hier zien is iets wat ontzettend belangrijk is, maar wat dus in Lucas 3 al vooruitkijkt naar iets wat de Heer Jezus gaat beloven in Handelingen hoofdstuk 1. In Lucas 3 vers 21 en 22 is Jezus onderweg naar Johannes om gedoopt te worden. En daar staat in vers 21 en 22 van Lucas hoofdstuk 3, en het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. De situatie is dat Jezus nog niet aan zijn publieke bediening begonnen was, maar dit nodig had of als voorbeeld nodig vond om te ondergaan voordat hij ging dienen. En niemand kan namelijk ontkennen dat Jezus in God geloofde. Niemand kan ontkennen dat de Heilige Geest al in de Heer Jezus woonde. Want hoe zou je daar een discussie over willen voeren? Dat de Heer Jezus niet in God geloofde of dat de Heilige Geest niet in hem woonde. En toch liet Jezus zien dat het cruciaal was voor zijn bediening, publieke bediening om te beginnen, dat de Heilige Geest op hem kwam. De geest kwam zichtbaar op hem neer in de vorm van een duif, zoals de Heilige Geest zichtbaar neerkwam op de discipelen in Handelingen 2. En dit op iemand neerdalen van de Heilige Geest stelde de Heer Jezus in staat om zijn taak uit te voeren, zoals in Handelingen 2. De kerk werd geboren en bekrachtigd in Handelingen 2. Ik ga niet zeggen dat Jezus hier geboren werd, of opnieuw geboren werd, want dat zou iets heel fout zijn, want dan zou Jezus opnieuw geboren moeten worden en daarmee zondig zijn. En dat was niet zo, is nooit zo. Maar wat we hier wel zien is dat Jezus bekrachtigd werd voor zijn bediening op deze aarde. En Jezus is voor ons het voorbeeld. Als de Heer Jezus, zowel God als mens, het nodig had dat de Heilige Geest op hem kwam voordat hij ging dienen, waarom zouden wij dat dan niet nodig hebben? Als de 11 discipelen het nodig hadden, aangevuld met de rest in Handelingen 2, om dit te ontvangen voordat zij gingen dienen, wie zijn wij dan om dat niet nodig te hebben? Dus we zien dat de Heilige Geest op ons nodig is voor ons om Gods roeping effectief uit te kunnen voeren. En dit is ook onderwijs dat Jezus aan zijn discipelen gaf. In Lucas 24, vanaf vers 45, als je wil kan je daar naartoe bladeren, zien we dat de Heer Jezus dit ook onderwees aan zijn discipelen. In Lucas 24 was hij al bezig, in zijn afscheidsspeech in Lucas, om dit idee mee te geven aan de discipelen. Lucas 24, vanaf vers 45. En Jezus, er staat hier, toen opende hij Jezus hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. En deze belofte is de Heilige Geest, maar u blijft in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dit verwijst weer naar de Heer Jezus, die spreekt over de Heilige Geest. De Heer Jezus, die zegt kracht uit de hoogte, zoals we in Handelingen 1 ook zagen. De belofte van de Vader, zoals we ook uit het Johannesevangelie weten, verwijst naar de Heilige Geest. En Jezus, zijn onderwijs aan zijn discipelen was dus, dit hebben jullie nodig
voordat jullie de taak kunnen gaan uitvoeren. De belofte van de Vader, kracht uit de hoogte. Nou, als we dan kijken naar die tweede vraag, hoe wordt dit praktisch in de kerk? Dan hebben we dus al in Handelingen 1 gezien dat de belofte van de Vader op de kerk gekomen is. En dat ze kracht kregen voor de gegeven taken. Jezus, zijn opdracht aan de apostelen was gigantisch. Maar de kracht die hij ze gaf was nog veel groter. De kracht van de Heilige Geest op hen was onmisbaar om de taak uit te voeren die ze hadden gekregen. In Handelingen 8, dat kan je thuis dat bestuderen. Maar zie je in vers 12 tot en met 16 dat Petrus en Johannes ook door de apostelen gestuurd worden, zodat daar de Heilige Geest ontvangen kan worden. Want als je dat stuk bestudeert, zal je zien dat het mensen zijn die geloofden, die gedoopt waren, die het woord aangenomen hadden en toch de Heilige Geest nog op zich moesten krijgen. Vers 15 daar zegt dat Petrus en Johannes gestuurd waren opdat deze mensen de Heilige Geest zouden ontvangen. Terwijl ze al wel geloofden, gedoopt waren en het woord van God aangenomen hadden. Dus daarmee is de doop met de Heilige Geest is niet iets geks. Het is niet iets mystieks of iets tussen aanhalingstekens charismatisch, wat vaak dan gezien wordt als iets verkeerds, terwijl het niet onbijbels is. Jezus spreekt erover. Johannes schrijft het op. Lucas schrijft het op. De eerste kerk vond er niks geks aan. En we lezen ook niet over allemaal hele gekke uitingen van dingen als dit gebeurt. De eerste kerk handelde naar Jezus' voorbeeld en naar Jezus' onderwijs en was gericht op een Bijbelse manier op het ontvangen van de doop met de Heilige Geest. Omdat ze zagen dat het noodzakelijk was voor de taken die ze van God hadden gekregen. Bijbelcommentator R.A. Torrey heeft gezegd, wanneer heden iemand wordt gedoopt met de Heilige Geest, zal hij of zij eveneens de kracht ontvangen voor zijn dienst, die hij daarvoor nog nooit heeft gehad. Hij zal kracht ontvangen voor de taak waartoe God hem of haar heeft geroepen. Einde citaat. Dat is waar de doop met de Heilige Geest om gaat. Het gaat niet om hele gekke, rare dingen. Het gaat om de taak die we van God krijgen, kunnen uitvoeren. Het gaat om kunnen doen wat God ons opgedragen heeft in zijn woord. En in Handelingen 8 kan je dit zien, in Handelingen 12 kan je hier nog verder over lezen. Dit is noodzakelijk voor elke gelovige. Dit is niet voor een select groepje, of alleen voor de tijd van de apostelen, of gestopt aan het einde van Handelingen, of wat dan ook. We hebben het nog steeds nodig om kracht te ontvangen van God. Want we hebben het nodig om zijn taken te kunnen uitvoeren. De Heilige Geest is nodig voor ons om zijn wil te kunnen doen. Dus voor de eerste kerk was het niet iets geks, niet iets raars, niet iets waar ze van wegliepen of wat de haren op hun nek overeind liet staan. Natuurlijk hadden zij hier perfect onderwijs over gehad, laat dat heel duidelijk zijn. Maar voor hen was dit iets wat normaal was, waar ze zich naar uitstrekten, wat ze een geweldige zegen vonden. Ze kregen niet alleen de instrumenten van God, de opdracht van God, maar ook de kennis en de kunde om te gaan met de instrumenten of met de gereedschappen die God ze had gegeven. En dat is ook waar wij zijn in onze studie met Romeinen 12. Dat wij prachtige dingen van God zien die we van hem krijgen. Prachtige genadegaven die we van hem hebben ontvangen. Maar als ik nu mijn 9 maanden oude zoontje een schroevendraaier in zijn handen geef en zeg, fix dit even voor me, dan moet ik niet gek opkijken als het niet lukt. Als ik mijn 4-jarige dochter nu een elektrische handzaag geef, wat ik niet doe voor de duidelijkheid, maar dan kan ik ervan uitgaan dat er dingen verkeerd gaan. En dat er niet het resultaat komt, wat er zou kunnen zijn, als het iemand is die ook daadwerkelijk de kennis en de kunde krijgt of heeft om ermee om te gaan. Als ik een timmerman een schroevendraaier en een elektrische handzaag geef, dan worden er opeens prachtige dingen gemaakt. Dus laten wij de doop met de Heilige Geest zien zoals de Bijbel het ziet. Als iets dat noodzakelijk is, iets dat niet gek is en iets dat nodig is
om een God-erende bediening te kunnen uitvoeren, om John Piper nog te parafraseren. Dus hoe wordt dit voor ons praktisch? De derde vraag waar we steeds naar kijken. Want als Jezus hier zo duidelijk over onderwijst, dat hij de woorden doop met de Heilige Geest gebruikt, als het in het Johannesevangelie staat, als er in Lucas over gesproken wordt, als er in Handelingen over gesproken wordt, dan kunnen we niet zeggen dat het een geïsoleerd stukje onderwijs is. We moeten hier iets mee. En de allereerste vraag voor ons, als het gaat om hoe dit praktisch wordt, is: hoe kijk jij naar onderwijs over de doop met de Heilige Geest? Nogmaals, dit is een gevoelig onderwerp voor sommigen. Ik weet dat bij een aantal van jullie letterlijk de haren op je nek overeind stonden toen ik zei dat ik het hierover ging hebben. En dat is niet verkeerd in de zin van dat je gevoelig bent. Iedereen is wel gevoelig op een bepaald gebied. Maar de vraag is, leidt die gevoeligheid jou? Of ben jij te overtuigen door Gods woord? Er zijn namelijk veel meningen over dit onderwerp en er is ook heel veel pijn door dit onderwerp. Mensen die zich gedwongen voelen om een bepaalde gave te hebben. Want er is gebeden voor de doop met de Heilige Geest, dus moet jij in tongen spreken. Of allemaal andere manieren waarop er dwingend is omgegaan met de doop met de Heilige Geest en waardoor jij iets zou moeten. En als je dat niet doet, dan. Maar als we simpel kijken naar wat Jezus zijn discipelen onderwijst, wat er in de Bijbel staat, dan is het niks engs. Dan is er geen dwang. Dan zegt Jezus niet: jullie moeten in tongen spreken, want anders is het niet echt. Jezus zegt alleen dat zij de doop met de Heilige Geest zullen ontvangen om te kunnen gaan dienen. Om getuigen te kunnen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de einde van de aarde. Dat is wat de Bijbel zegt. Niet allemaal andere gekke dingen erbij. Dus vraag jezelf biddend af hoe jij naar dit onderwerp kijkt. Sta jij open om te horen wat de Bijbel over de doop met de Heilige Geest zegt? Of schuif je alles direct aan de kant, want ik heb gehoord, of ik heb meegemaakt, of ik ben gekwetst door? Heb jij zoveel pijn en verdriet dat je niet kan of wil luisteren naar wat de Bijbel zegt? Dan mag je met die pijn en met dat verdriet naar de Heer Jezus gaan. Want Hij wil je daar doorheen helpen. Hij wil je daar vanaf helpen. Wijs je bij voorbaat het concept van de doop met de Heilige Geest af? Of sta je ervoor open dat dit Gods wil kan zijn op basis van Gods woord? En als je dit afwijst, kijk of je een Bijbelse of een emotionele reden hebt. En zeg niet te snel dat je een Bijbelse reden hebt. Onderzoek dat echt biddend. Want te vaak hebben wij een gesprek met elkaar over dingen. En is dat gesprek niet gebaseerd op Gods woord. Maar is het gebaseerd op: ik heb pijn en doordat ik pijn heb, neem ik niet aan wat Gods woord zegt. Voor de duidelijkheid, ik doe dit ook. Ik praat hiermee niet dat er iemand de meest verschrikkelijke christen op aarde is als iemand dit doet. Ik heb dit ook, bij mij zit dit op andere gebieden. Het laatste waar ik over wil horen als ik geïrriteerd ben, is dat God zegt dat ik niet boos moet worden, bijvoorbeeld. Het laatste waar ik over wil horen soms is wat Gods woord zegt en tegelijkertijd is dat het allerbeste dat ik kan horen, is dat hetgene wat ik moet horen. En emotie is dus begrijpelijk en is echt en komt ergens vandaan, maar hoort niet alles bepalend te zijn. Laat Gods woord jouw gedachten vormen over de doop met de Heilige Geest. In de plaats van dat jouw emoties en jouw pijn dat doen. Dus laten we samen ons allemaal met onze emoties onderschikken aan Gods woord, zodat wij zien of dit iets is en wat we er dan mee moeten, zodat we ons blijven onderschikken aan God. Het tweede, hoe dit praktisch wordt, deze doop met de Heilige Geest, is dat we ons realiseren dat God God is. En dat klinkt heel stom. Maar God de Vader is God. God de Zoon, Jezus Christus, is God. En God de Heilige Geest is ook God.
En dit is heel erg belangrijk, dat we dat, voor zover we een drie-eenheid kunnen bevatten natuurlijk, hè, maar dat we dit accepteren en dat we dit voor ogen houden. We moeten dus onderscheid maken tussen de dingen die wel en de dingen die niet van God zijn. Want soms worden er dingen gezegd als dit is wat de geest doet, maar dat zijn dingen die Jezus expliciet gezegd heeft dat je niet zou moeten doen. Ja, maar dat is de geest. Nee, want de geest is God en Jezus is God, dus de geest zal nooit iets doen wat tegen de Heer Jezus ingaat. Jezus zei in Johannes 14, als je hem gezien hebt, heb je de Vader gezien. En even verderop in Johannes 14 zegt hij dat hij een andere trooster zal sturen. En in de grondtekst betekent dat iemand van dezelfde soort. En hij had het over een andere, of een gelijke soort als ik. Dus Jezus stuurt iemand die van dezelfde soort is als hij zelf, namelijk God. Dus als je Jezus ziet, heb je de Vader gezien. De geest die is als Jezus. En dat geeft ons een toetssteen om te zien of dingen correct zijn of niet. Als je iets ziet wat van de Heilige Geest is, toets of het als Jezus is. Of het als de Vader is. Of het matcht met wat Gods woord zegt. En als het matcht, halleluja, prijs de Heer, dan heb je de Heilige Geest zien werken. Matcht het niet, dan kan je zeggen, jammer, dat laten we zitten. En dan kan het zijn dat je moet zeggen dat iets van God is, dat voor ons eng of gek is. Want hoe eng moet het geweest zijn om vuur boven iemands hoofd gezien te hebben? Ik weet niet of er brandweermannen daar in de buurt waren, maar misschien met zo'n hele grote brandslang. Al die hoofd, wat gebeurt daar? Dus de Heilige Geest kan dingen doen die voor ons bijzonder zijn, bizar zijn. Zolang het maar matcht met Gods woord, met wie God is. En waarom zeg ik dit? Omdat we mogen leren dat de Heilige Geest niet eng is. Dat de Heilige Geest niet iets geks is. Dat de doop met de Heilige Geest dus ook daarmee niets geks is. Want Gods woord zegt het. En we moeten Gods woord volgen. Want dat is ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het echte werk van de Heilige Geest is iets prachtigs. Het is iets liefdevols. Het is iets fantastisch wat we mogen zien. Dus onderzoek alles, maar vertrouw erop dat de Heilige Geest God is. Wees liefdevol kritisch, voor de duidelijkheid. Maar weet dat de Heilige Geest werkt als Jezus en dat we mogen vertrouwen op die geest. Dus we mogen vertrouwen erop dat de Heilige Geest, dat de doop met de Heilige Geest niet iets eng of iets onbijbels is, maar we mogen het gaan zien als een geweldige zegen van God. En dan is de logische vraag natuurlijk, heb jij deze doop al ontvangen? Het is iets wat je voor het eerst of voor de zoveelste keer mag ontvangen, ik kom daar zo op terug. Maar de logische vraag is, heb je dit ontvangen? Want Handelingen 8 heeft laten zien, en dat moet je echt in je eigen tijd, want anders wordt deze studie erg lang. Maar in Handelingen 8 kan je zien dat er mensen zijn die geloven, die het woord van God aannemen en toch de Heilige Geest, deze doop met de Heilige Geest missen. Bijbelcommentator R.A. Torrey nogmaals, die zegt, u zult de doop met de Heilige Geest niet ontvangen, al bidt u ook tot aan het bazuingeschal van het laatste oordeel, zolang u uw wil niet volkomen overgegeven heeft aan God. Einde citaat. Dus de vraag is, broeder, zuster, christen, wil jij je wil overgeven aan God? Ben jij bereid om hem jouw wil te laten leiden? Ben jij bereid om van hem kracht te ontvangen, om creativiteit te ontvangen van hem? En dat hij jou alles geeft wat je nodig hebt om zijn wil te doen. Dan is het nodig dat jouw wil compleet overgegeven is aan die van hem. We krijgen namelijk onmogelijke opdrachten van God. In een onmogelijke situatie, wanneer jij onmogelijk ook maar een klein beetje in staat zou zijn om daar iets aan te doen. En in die situatie krijgen we deze opdracht. Ga heen en maak discipelen van alle volken. Heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Laat God jou in staat stellen door de Heilige Geest te vragen ook over jou te komen.
Er is geen magische formule voor. Het is niet iets waar je in een bepaalde setting voor moet zijn, waarbij er bepaalde tonen uit de piano moeten komen voordat het kan. Je kan dit gewoon vragen. Je kan gewoon simpelweg vragen: Heilige Geest, kom over mij alstublieft. En stel mij in staat om u te dienen. Zoals alleen u dat kan. Dus heb jij de doop met de Heilige Geest al ontvangen? Voor het eerst. Nou, Efeze 5:18 leert ons het volgende. Als je daarheen wil bladeren, dan is dat een mooi vers om te leren kennen. Paulus is hier aan het onderwijzen over wat het is in Efeze 5 om als christen te leven. Hij is aan het onderwijzen wat het betekent om Jezus Christus na te volgen. En wat heel mooi is, is dat hij Efeze 5:18 geeft voordat hij het heeft over je onderwerpen aan elkaar. Voordat hij het heeft over het huwelijk. Voordat hij het heeft over ouders zijn. Voordat hij het heeft over een werkgever-werknemerrelatie. En in Efeze 5:18 zegt hij iets heel belangrijks. Hij zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, omdat voor alle dingen die hierna komen in Efeze 5, de vervulling met de Heilige Geest belangrijk is. Maar ook de grondtekst van de zin, wordt vervuld met de Heilige Geest, staat in de tegenwoordige tijd. Wat betekent, wordt tegenwoordig nog vervuld met de Heilige Geest. Het is iets dat je nog moet ondergaan, want het is ook nog zo dat dat woord vervuld iets passiefs is. Dus je moet actief iets passief ondergaan. Dat is een tegenstelling. En toch werkt het bij God. Je moet dus continu naar God gaan en hem vragen om jou te vervullen met zijn Heilige Geest. Die doe je jezelf niet aan. Het is niet dat je ergens een vaatje met Heilige Geest hebt staan die je over jezelf uitgiet. Dat is niet hoe het werkt. Dit is iets dat God moet doen en hier mag je hem om vragen. Want door zonde luisteren wij minder naar de Heilige Geest. Worden we ongevoelig voor hem, duwen we hem aan de kant en moeten we bijgevuld worden zoals dat er staat. En we mogen hier dus om vragen. Dit is iets wat we tegenwoordig nodig hebben. En de tegenwoordige tijd is continu het nu. Dus ook nu. En ook nu, om maar even aan te geven hoe vaak je het moet vragen. Hoe vaak je dit mag vragen. Dit is niet een eenmalig iets zoals je redding. Dit is iets wat nu en nu en nu en ga zo maar door nodig is. De wereld, het vlees en de vijand willen ons vullen, willen ons vies maken met alles dat niet van God is. En daarom moeten wij bijgevuld en gedoopt worden opnieuw. Ik heb het niet over redding verliezen, ik heb het over terugkomen bij God. Omdat hij weet wat wij nodig hebben. Omdat hij weet wat goed is. Omdat hij ons wil leiden. Omdat hij ons wil vervullen met de kracht om zijn wil te doen. En als het gaat om het vervullen van zijn opdrachten, als het gaat om het liefhebben van elkaar naar de kerk, als het gaat om de wereld dienen, dan hebben wij het nodig om hier verfrist in te worden. Want de kerk dienen, gewoon heel eerlijk, elkaar dienen zoals God van ons vraagt, dat kunnen we niet zelf. Getuigen zijn naar deze wereld, in eigen kracht is dat een lachertje. Dat kunnen wij niet, want wij kunnen mensen nergens van overtuigen. Daar hebben wij de Heilige Geest voor nodig. Dus vraag de Geest om jou bij te vullen met zichzelf. Om jou opnieuw, om opnieuw over jou te komen. Om alles dat niet van hem is weg te halen, zodat je verfrist in dienstbaarheid zal zijn en verfrist zal zijn in je toewijding aan hem. Vraag hem om jou opnieuw gevoelig te maken voor zijn leiding, zodat je in zijn kracht zal leven en in zijn kracht zal dienen in de plaats van dat je het in eigen kracht doet. Christen, God heeft jou, u en mij, heeft de kerk de doop met de Heilige Geest gegeven. Het is een cadeau aan zijn kinderen. Het is een Bijbelse zegen. Het is een prachtig iets waar we op mogen staan. Onderzoek je hart hoe je hierin staat. Of je aanneemt dat dit iets Bijbels is of dat je dat nog niet aanneemt. Maar vraag dan ook hem, vraag God om jouw hart en jouw gedachten te hervormen, zodat je in de kracht van de Heilige Geest zal gaan dienen.
Dat de Heilige Geest niet alleen in je, maar ook over je is, zodat je zal uitgaan in deze wereld en de taak zal doen die je hebt. Zodat je zal uitgaan in de gemeente en daar met de genadegaven waar we in Romeinen 12 over gelezen hebben, de ander zal gaan dienen. Want dat zijn opdrachten die veel te hoog gegrepen zijn. We hebben kracht van boven nodig om dat te doen. Niks geks. Gewoon kracht van God. Alsof het normaal is. Maar we hebben de Heilige Geest hierin nodig. En hij heeft beloofd dat hij ons alles wil geven dat we nodig hebben. Daar mogen we op staan, daar mogen we op bouwen. Daar kunnen we ons leven aan overgeven. Hoe sta jij hier tegenover? Als je hier zit en je gelooft nog niet, als dit voor jou allemaal misschien nog heel onbekend is, dan is vandaag wel de dag van redding. Vandaag is de dag dat jij Jezus Christus mag aannemen. Stel het niet uit tot morgen, want je weet niet of je morgen nog hebt. Kies vandaag om in de Heer Jezus te geloven. De Jezus die zoveel van jou houdt, dat hij stierf voor jou en opstond uit de dood. Geef je leven over aan Jezus. Accepteer dat je een zondaar bent die zijn liefde en zijn vergeving nodig heeft. Geloof in Jezus, keer je af van je zonde en de Bijbel belooft dat je voor eeuwig gered bent. Maak die keuze vandaag. Christen, nogmaals, heb jij de doop met de Heilige Geest ontvangen? Jezus onderwees erover. Lucas en Johannes hebben hier onderwijs over opgeschreven. Laat Gods woord alsjeblieft je gedachten vormen. En vraag God om deze doop. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Maar laat het iets zijn waar je God om smeekt en wat jou in staat stelt om een Christus-erende bediening te hebben zoals God voor jou in petto heeft. Laten we bidden. Ja, Vader God, dank u wel voor uw woord en dat u spreekt door uw woord heen. Dank u wel ook dat u groter bent dan wie dan ook. Dank u wel dat u ook degene bent die harten en gedachten kan en wil vormen en hervormen. En Heere, dank u wel dat u ons uw woord gegeven hebt als uiteindelijke autoriteit voor ons. Wat we kunnen bestuderen, waar we u in kunnen zien. En dank u wel dat u in uw woord spreekt over de doop met de Heilige Geest. En dank u wel dat u dat als zegen aan ons, uw kinderen, geeft. Heer, ik wil u vragen om op dit moment ons te overtuigen van wie u bent. Heer, voor degenen die nog niet geloven, voor het eerst. Voor degenen die al wel geloven, Heer, voor de zoveelste keer. Maar overtuig ons alstublieft van het feit dat u God bent. Dat u het beste met ons voor hebt. En dat u ons wil zegenen met de doop met de Heilige Geest. Heer, laat het iets zijn wat wij inzien omdat uw woord het zegt. Niet omdat ik het zeg. Heere, want mijn woorden zijn niet interessant. Heere, maar laat de doop met de Geest iets zijn wat wij inzien, omdat het een Bijbels feit is. Een Heilige Geest, kom dan ook over ons. Voor het eerst of opnieuw. Laat ons dienen vanuit uw kracht. Heere, in deze wereld, in uw kerk. Heere, laat het iets zijn wat we zullen zien, zullen erkennen en zullen gaan herkennen. Heren, allemaal tot eer en glorie van uw naam. Dus Heren, ik bid dat u op dit moment tot ons zal spreken. Dat u ook tegenwerpingen en pijn, verdriet en emoties, dat u daarmee aan de slag gaat. En Heren, u moet overtuigen. Doet u dat alstublieft. Dus Heren, doe wonderen in onze harten. Raak ons aan, spreek tot ons alstublieft. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig en goed God bent. Heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons leiden in een aantal liederen. Er zullen zo een aantal broeders en zusters aan de randen van de zaal gaan staan met een keycord om. Die willen heel graag voor je bidden. Vraag hen om te bidden voor deze doop met de Geest. En dat is geen gek gebed. Daar hoeven ook geen gekke woorden uitgesproken te worden. Daar kan je simpel vragen: Heer, vul mij met uzelf. Heer, kom over mij zoals uw woord zegt. Dat is de vraag waar dit om gaat. Dus als je gebed nodig hebt, of als je gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig, ga naar een van hen toe. Bid en dan zal ik, nadat we samen aanbeden hebben, zal ik nog
naar voren komen om de dienst af te sluiten. Tell you right now, it's gonna be alright.